Goedenavond allemaal en welkom bij het VectorVis-journaal, het Nederlandstalig webinar van VectorVist. Het is vandaag zondag 11 februari. Mijn naam is Tom van Ooyen. We gaan meteen van start met het programma voor vanavond te overlopen. In het VectorVis-journaal bespreken we eerst en vooral al onze market timing indicatoren en signalen. We vergelijken de situatie in Europa met die van USA. Belangrijk, u kan nog heel even... Heeft u nog de tijd om gratis in te schrijven voor een cursus die normaal gezien $495 kost? De Successful Investor Course. Opgelet dus, de deadline om hier gratis van gebruik te maken is maandagavond, dus maak er zo snel mogelijk werk van. En dan de hoofdbrok voor deze webinar. U krijgt vandaag alle inzendingen van de workshopcompetitie te zien. U weet wel, iedere abonnee mocht een tijd geleden 3 aandelen opgeven waarvan hij of zij denkt dat ze in 2024 goed zullen presteren. We doen een individuele winnaar, een individuele wedstrijd beter, maar ook een wedstrijd tussen alle 9 locaties in België en Nederland. De wedstrijd startte op 1 januari, ze loopt af op 31 december dit jaar. Vandaag krijgt u alle inzendingen te zien. Er hebben in totaal 156 personen deelgenomen aan de wedstrijd. Dat is 11% meer dan vorig jaar. Ik kan alvast iets verklappen. Liefst 67 personen hebben onder andere Nvidia geselecteerd. Nvidia stijgt dit jaar met 45%. En we zijn nog maar 6 weken ver. Als Nvidia dit jaar de winnaar zou worden... dan sta ik er weer goed voor. Hè? Want 67 personen hebben Nvidia geselecteerd en zoals u weet is er slechts 1 prijs. Zorg er dus voor dat u schermafbeeldingen kan nemen, zodanig dat u eventueel de aandelen achteraf thuis zelf in een watchlist kan steken of nog eens nader kan bekijken. Dus ik ga er... Ja, ik heb ze op slides gezet, alle aandelen. Dus zorg ervoor dat je, we beginnen daar binnen een 25-tal minuutjes aan, zorg ervoor dat je tegen dan hebt uitgevist hoe dat je daar screenshots van kunt nemen. En anders, achteraf krijg je de replay en dan kan je het ook altijd pauzeren en het zo overnemen. Tot slot van deze webinar krijgt u nog een overzicht van de komende webinars en workshops van mezelf. Goed, het herkennen van de richting van de markt, dat is het allerbelangrijkste wat ieder belegger moet kunnen. VectorVist heeft een aantal eigen indicatoren die helpen om de marktrichting te herkennen. Deze eigen indicatoren zijn de VectorVist Composite Price, de Relative Timing, de Buy-to-Sell Ratio, de MTI en onze Confirmed Calls. Zo dadelijk bespreken we deze indicatoren. Onze Market Timing Gauge noteert momenteel 1 tik in het groen. Op dit ogenblik is onze Color Guard mildly bullish. VectorVist raadt aan om ondergewaardeerde aandelen te kopen met een hoge relative safety. Het moeten stijgende aandelen zijn en dit alles in stijgende markten. De market timing gauge wordt bepaald door naar de bovenste rij te kijken van de color guard. We zien 1 groen licht na de laatste handelsdag, vandaar dat de market timing gauge 1 tik in het groen noteert. De color guard gebruiken we om de huidige situatie op de markten te kunnen inschatten. Rechtsbovenaan bij VectorVist at a glance ziet u dat in de Europese database 2015 aandelen genoteerd zijn. Ieder aandeel krijgt iedere dag opnieuw een aanbeveling. Kopen, verkopen of bijhouden. Belangrijk om te weten is dat landen die in euro betalen in deze database zitten. U ziet de grote indexen van deze landen linksbovenaan hier in de quicklist. Naast de 10 grote indexen hebben we ook de VectorVist Composite. Dit is onze eigen index. De prijs van de VectorVist Composite wordt ook wel eens de VVC genoemd. De prijs is het rekenkundig gemiddelde van alle aandelen uit de Europese database. De VectorVist Composite geeft de algemene richting van de markt weer. De koers van de VectorVist Composite noteert vandaag op €90,96. Die slotkoers van onze eigen index kan u ook terugvinden in de eerste kolom van de color guard. En de kleur is groen. Zoals u ziet kennen we kleuren toe aan 3 kolommen. VectorVist Composite Price, Relative Timing en Buy-to-Sell Ratio.
Wat u goed moet onthouden, is hoe we die kleuren toewijzen. We krijgen een groene kleur als de Composite Price hoger is dan gisteren en ook hoger is dan 5 handelsdagen geleden. We krijgen een rode kleur als de Composite Price lager is dan gisteren en ook lager is dan 5 dagen geleden. En als het gemengd is, bijvoorbeeld hoger dan gisteren, maar lager dan 5 dagen geleden, dan is de kleur geel. Op dezelfde manier worden kleuren toegekend in de kolommen Relative Timing en Buy-to-Sell Ratio. Er zijn echter een aantal uitzonderingen en let goed op, vandaag hebben we zo'n uitzondering hier in de kolom Buy-to-Sell Ratio. De Vectorvest Composite sloot vrijdag 9 februari af op €90,96, hetgeen hoger is dan één dag ervoor op 8 februari en ook hoger is dan 5 handelsdagen daarvoor op 2 februari. We zijn dus gestegen op dag- en op weekbasis. Dat maakt dat we hier een groene kleur hebben. Het momentum van, in dit geval, de Europese markt wordt weergegeven door de volgende kolom. RT. Dit staat voor Relative Timing. De Relative Timing is de korte termijn trend van onze eigen index. En de Relative Timing noteert op een schaal van 0 tot 2. Boven de 1 is het momentum gunstig, onder de 1 is het momentum ongunstig. Relative Timing vandaag 1,05. We zien dat de Relative Timing gelijk is als donderdag, maar lager is dan 5 dagen geleden, vandaar een gele kleur. Volgende kolom, BSR. BSR staat voor Buy to Sell Ratio. Het vergelijkt het aantal aandelen met een buy ten opzichte van het aantal aandelen met een sell. Van de 2015 aandelen die dat wij volgen in Europa, hebben er momenteel 478 een kopen aanbeveling en 278 een verkopen aanbeveling. Dit geeft een buy-to-sell ratio van 1,72. De verhouding van het aantal buys ten opzichte van het aantal sells, waarvoor is dat belangrijk? Wel, dat is belangrijk om te bepalen of we al dan niet in een gezonde markt zitten. Als de buy-to-sell ratio lager is dan 1, dan betekent dit dat de markten zwak presteren. Immers, in een gezonde markt noteert de buy-to-sell ratio hoger dan 1. Wat zien we nu? Wel, een van die uitzonderingen. We zien dat de buy-to-sell ratio lager is ten opzichte van gisteren en ook lager is ten opzichte van 5 handelsdagen geleden. U zou hier dus een rode kleur verwachten en toch is de kleur geel. Hoe komt dat? Wel, dat is dus zo'n uitzondering. Vectorvest stelt, zolang de buy-to-sell ratio boven de 1 is, kan je geen rode kleur krijgen. Het omgekeerde geldt ook. Als de buy-to-sell ratio lager is dan 1, dan kan je nooit een groene kleur krijgen. Waarom? Buy-to-sell ratio lager dan 1 duidt op zwakke markten, dan willen wij hier nooit een groen vakje zien. Nu ook buy-to-sell ratio is hoger dan 1, dan stelt Vectorvest, ook al zijn we lager op dag- en op weekbasis, je kan in dat geval geen rood vakje krijgen. Maar onthoud wel in het achterhoofd, op dag- en op weekbasis is de buy-to-sell ratio lager gegaan. Die buy-to-sell ratio is vooral interessant bij uitersten. Bij een buy-to-sell ratio van 0,20, dan heb je dus 5 keer zoveel aandelen die op sell staan als op buy. Wel, bij een buy-to-sell ratio van 0,20, dan zijn de markten oversold. Als de buy-to-sell ratio nog verder daalt tot niveaus van 0,10, dan zoekt de markt vaak naar een bodem. Met de nadruk op bodem. Met de nadruk op zoeken. Waarom is dat? Wel, we zien dat bij zeer harde dalingen op korte termijn en bij berenmarkten, dat die buy-to-sell ratio nog aanzienlijk lager kan. Daartegenover, als de buy-to-sell ratio 8 noteert, dan zijn de markten echt overgekocht. Op die moment hebben we 8 keer zoveel aandelen die op buy staan als op sell. Bijna altijd wordt dit gevolgd op zijn minst door consolidatie, regelmatig ook door daling. De volgende kolom zien we de MTI. MTI staat voor Market Timing Indicator. Het meet een combinatie van
onze eigen index, het momentum en de buy-to-sell ratio. Het zet die drie zaken om in één allesomvattende indicator. De MTI meet de onderliggende trend van de markt. Ze noteert op een schaal van 0 tot 2 en staat vandaag op 1,45. Weet ook hier dat die uitersten belangrijk zijn. Bij een MTI van 1,55 à 1,60 vertonen de markten topvorming. Meestal wordt dit gevolgd door consolidatie, al dan niet door een tijdelijke daling van de markt. Anderzijds, bij een buy-to-sell ratio van 0,60, dan zoeken de markten meestal naar een bodem. Maar ook hier, bij benenmarkten, kan de MTI aanzienlijk lager. Zo dadelijk bekijken we de grafiek van onze eigen index, de relative timing, de buy-to-sell ratio en de MTI. En daar gaan we toch wel iets heel interessants zien verschijnen. Nu is het belangrijk dat u als belegger de trend van de markt herkent. Zoals u ziet bestaat de trendkolom uit twee delen. Het eerste gedeelte van de trendkolom, dat noemen we de primary wave. Dit is het snelste signaal dat we geven. De primary wave vergelijkt onze eigen index van vandaag en gaat die vergelijken met 5 handelsdagen geleden. Als de prijs vandaag 90,96 hoger is dan 5 dagen geleden, en u ziet dat is hier het geval, 90,11 euro. De prijs vandaag is hoger dan 5 dagen geleden. Wel, in dat geval is de primary wave up. Het eerste gedeelte van de trendkolom is dus up. En wat zien we? Dat is er al weken aan een stuk dat die primary wave op up staat. Het tweede gedeelte van de trendkolom, dat kijkt gewoon naar de MTI. MTI op een schaal van 0 tot 2. Wel, als de MTI hoger is dan 1, dan is het tweede gedeelte van de trendkolom up. We zitten met een MTI van 1,45. Dat maakt dat het tweede gedeelte van de trendkolom op staat. We zitten dus met een up-up situatie. En in de laatste kolom hebben we onze confirmed calls. Ofwel een confirmed call up, ofwel een confirmed call down. Onze meest conservatieve, onze meest trage indicator. Het laatste signaal dat we geven om in de markt te stappen, of bij een confirmed call up, of om defensiever te gaan beleggen bij een confirmed call down. Wat is de situatie in Europa? We zitten dus al een hele tijd, ettelijke maanden, sinds 8 november, zitten we in een confirmed call up. Hoe verkregen we deze confirmed call up op dinsdag 8 november? Wel, er moesten aan twee voorwaarden worden voldaan. De eerste voorwaarde voor een confirmed call-up, daarvoor kijken we naar onze eigen index. Die eigen index moet hoger gaan over twee opeenvolgende vijfdaagse perioden. Wat ertussen gebeurt is van geen belang. We zeggen dus altijd, one day doesn't make a trend. We kijken altijd naar de trend op weekbasis. Nu, wat is er toen gebeurd? Ik ga eens even kijken. Moment. Oh. Dat is niet goed. Ja, het was niet op echt. Ik had hier een klein foutje gedaan. Ik dacht het al. Het is op 14 november kregen we een confirmed call up. Hoe kregen we nu op 14 november een confirmed call up? Twee voorwaarden. Onze eigen index moet dus hoger gaan. Twee keer vijf opeenvolgende daagse. Periode. Wat is er concreet gebeurd? Dinsdag 14 november was hoger dan dinsdag 7 november. En op haar beurt was dinsdag 7 november hoger dan dinsdag 31 oktober. Hoe kan je zoiets in één oogopslag zien? Kijk naar de primary wave, het eerste gedeelte van de trendkolom. Als hier up staat, dan betekent dit dat we hoger zijn telkens op weekbasis. Nu, een tweede voorwaarde voor een confirmed call-up, daarvoor kijken we naar de buy-to-sell ratio. Ik zei daarnet, in gezonde markten is de buy-to-sell ratio hoger dan 1. Wel, een tweede voorwaarde voor een confirmed call-up is dat die buy-to-sell ratio hoger moet zijn dan 1. Wat kregen we op 14 november? Een buy-to-sell ratio van 1,22. Aan die tweede voorwaarde werd dus ook voldaan. Ik ga eens even opnieuw inloggen.
Want ik heb toch een probleempje met mijn Europese database. Goed, we zitten dus in een confirmed collapse sinds 14 november. Sindsdien heeft de Europese index een enorme rally neergezet. U vraagt zich misschien af, hoe kunnen we nu naar een confirmed call down gaan? Wel, dan moet net het omgekeerde gebeuren. Onze eigen index moet 2 keer 5 opeenvolgende dagen dalen en de buy-to-sell ratio moet lager zijn dan 1. Pas op die moment krijgen we een confirmed call down. Nu, wat er ook mogen gebeuren komende week, ik zie dat we de komende 5 dagen al zeker geen confirmed call down kunnen krijgen. Gewoon omdat de index telkens op weekbasis hoger is gegaan dan 5 opeenvolgende dagen. Keer op keer herhaal ik deze informatie. Waarom? Omdat het zo belangrijk is dat u deze color guard 1 helemaal begrijpt en 2 dat u zelf kan zien wanneer er een mogelijkheid is dat we een ander confirmed call signaal krijgen. Voor alle duidelijkheid, Factorvest voorspelt de markt niet, dat kan volgens ons niemand, wij dus ook niet. We geven enkel de trend weer en Factorvest hecht heel veel belang aan de trend van de markt. Goed, we gaan al deze informatie eens kort op een grafiek bekijken. Dus wat heb ik gedaan? Ik ben hier naar het tabblad Timing gegaan en dan klik ik op Market Timing Graph. Bij Graph Layout kies ik voor Vectorvest MTI Layout. Wat ziet u dan? De index in candlesticks, een 65-daags voortschrijdend gemiddelde en onderaan ziet u MTI Buy-to-Sell Ratio en Relative Timing. Die ga ik even verwijderen door ze hier uit te vinken. Sinds 13 november, dat is hier, voilà, ziet u dat onze eigen index los door dat 65-daags SMA is gebroken. En het 65-daags SMA is sinds hier, begin december, is dat ook stijgende. Via Add Parameter kan u kiezen voor Technical Analysis en dan kiest u hier voor Support and Resistance. En wat zien we dan? Afgelopen vrijdag hier kregen we een nieuwe weerstand. Dat was op de intraday high. Dat was €91,60. Hier dat kleine horizontaal wit streepje, dat is dus de weerstand. En wanneer hebben we dan nog support? We hebben hier support op €88,04. €88,04 hebben we hier deze dubbele weerstand. Die kan hier support gaan worden. En dan hebben we ook nog hier een dubbele weerstand die dus support kan worden op €87,29. Goed. Dan kijken we eens naar de MTI. MTI, je weet wat we zeggen, hè? Als de MTI naar 1,55 à 1,60 gaat, dan zijn de markten echt overgekocht. Dat begon hier eigenlijk al, hier 14, 15 december. En wat zien we? 15 december is dat hier. Wanneer hebben we een low neergezet? Dat was hier op 17 januari. Dus dat is wat ik bedoel als de MTI 1,55, 1,60 gaat. Heel vaak hebben we dan consolidatie. Eerst zijwaarts, klein beetje daling. MTI is dan een beetje teruggevallen hier tot niveaus van 1,40. En sindsdien, ja, we zien toch dat er heel veel kracht in de markt zit. Hebben we hier nieuwe one-year highs neergezet. En de MTI staat vandaag op 1,45. Kijken we naar de relative timing. Het momentum is positief op 1,05. Wat valt mij op? Hier piekt het momentum. Op 1,14 piekte het momentum, dat was hier. Index is wat teruggevallen. Index is terug verder uitgebroken. En wat zien we? Hier terugval ook van momentum. Maar ondanks dat de Europese index nieuwe highs neerzet, zien we het momentum hier wel afnemen. Hetzelfde zien we bij die buy-to-sell ratio.
Dat is positief. Buy-to-sell ratio vandaag met niveaus van 1,72. U weet wat wij zeggen. Buy-to-sell ratio's van richting de 8, dan zijn de markten echt overgekocht. Dat was onder andere hier. Hier piekte die buy-to-sell ratio. We gingen richting 8, 7,34. We hebben dan een korte terugval gekend. En dit is wel opmerkelijk. Als we dat hier zien, vanaf deze low, index mooi gestegen en de buy-to-sell ratio is gedaald. Ondanks dat de index stijgt, is de buy-to-sell ratio gedaald van 3,4 naar vandaag 1,7. Dat betekent dus dat de laatste stijging door minder en minder aandelen wordt gedragen. Dat is iets om in het achterhoofd te houden. Dat zowel de relative timing als de buy-to-sell ratio dat dat een negatieve differentie geeft. Index stijgt, buy-to-sell ratio daalt, relative timing daalt. Dat is gewoon om in het achterhoofd te houden. Goed, gaan we eens kijken naar de marktsignalen. Twee daarvan, de confirmed calls. En wat zien we dan? Hier kregen we een confirmed call down. Wanneer was dat weer exact? Dat was hier op 11 augustus. Confirmed call down, wat ziet u? Aanzienlijke daling. Op deze moment zeggen wij gewoon stop met het kopen van aandelen. En hier, confirmed call op 14 november, het laatste signaal dat we geven om uw cash aan het werk te zetten. Dat betekent dat we dus ook snellere signalen hebben, zoals de DW, GLB, RT-kicker bijvoorbeeld. Die gaan er u eerder inbrengen. En wat zien we dan? Ja, dit is toch wel echt zowel voor de GLB, maar ook voor de confirmed calls echt wel een geweldig instapmoment en een enorm sterke rally die nadien gevolgd is. U weet het, de confirmed calls het meest trage signaal van VectorVest. Dan gaan we eens kijken naar de DW om zo de markt te bekijken vanuit een technisch standpunt. Bij Graph Layout kies ik voor Pro Trader Timing DW. En hier onderaan kies ik voor DW. Wat zien we? Dan kregen we dus hier al op 8 november een DW-opsignaal. Maar het is hier heel kort op down gesprongen. Om dan vervolgens hier op 24 januari terug op up te springen. Hoe kregen we hier een DW-up signaal? Wel, twee voorwaarden moesten er worden voldaan. Onze eigen index die moest eindigen boven het 30-daags weighted moving average. U ziet het, 89,06 is hoger dan 88,41. Dat gebeurt hier. En een tweede voorwaarde is die DPO. Die DPO die moet in positief territorium eindigen. En u ziet, ook dat is gebeurd, DPO van 0,40. Als u zich afvraagt waarvoor staat die DW, wel, de D is van Detrended Price Oscillator. De E van DW, dat zijn die envelopes. Dat is eigenlijk de range waartussen onze eigen index beweegt. En de W van DW, dat is dus het 30-daags Weighted Moving Average. Goed. Ik ga eens even kijken. Tot zover al onze market timing signalen en indicatoren. Heel kort, Europa vergelijken met USA. Europa staat links, hebben we net besproken. We gaan eens kijken naar USA. USA zit ook sinds november onafgebroken in een confirmed call-up. Sindsdien ook een geweldige rally gekend voor de Amerikaanse indexen. Wat viel mij wel op? Afgelopen week ging de relative timing verschillende keren onder de 1. Dus we zien, dat gebeurt wel meer, dat het momentum in Amerika zwakker is dan in Europa. Maar je ziet hier ook al meerdere rode lampjes in de color guard. Dat is telkens daling op dag- en op weekbasis dus. En dat het momentum toch wel serieus aan het afnemen is. Zelfs die buy-to-sell ratio zat al een paar keer onder de 1. Goed, tot zover de huidige situatie op de markten en in USA. Er zijn een paar mensen die iets hebben over individuele aandelen. Nu, straks gaan we al veel individuele aandelen hier de revue zien passeren. Binnen 2 weken is het Q&A. Als je echt
wilt weten over een individueel aandeel, dan kan je dat dan eventueel doorsturen voor de Q&A, maar dat is eigenlijk iets wat we niet in het journaal doen, wel eerder in Ter Zake met Vectorvest in de Q&A. Alvorens we naar alle inzendingen van de Vectorvest Workshop competitie gaan kijken, wil ik u toch nog wel even wijzen op dat u nu gratis kan intekenen op de Successful Investor Course. De deadline inderdaad die nadert. Het is een cursus ter waarde van $495 die u nu vandaag, de mensen die live kijken, gratis nog kan registreren. Dit is de link, schrijft, pak de screenshot, university.vectorvest.com/courses/successful-investor. Of, ik ga hem ineens laten zien, ze kunnen nog een screenshot nemen, want dit is dus de link. Dat is, ja, een cursus die men nu gratis aanbiedt. Nu, voor de mensen die live kijken, het is zondag 11 februari. U kan gratis intekenen tot en met maandag 12 februari, ik denk 10 uur 's avonds. Dus het gaat niet meer al te lang zijn. Dus voor de mensen die het achteraf kijken, hoop ik dat je het nog op tijd hebt gehoord. Maar dus hier kan u naar kijken. Ah, hier staat het, one day, 2 hours, 19 minutes. Dus ja, het is eigenlijk iets later nog. Dus je hebt eigenlijk bijna tot morgen middernacht de tijd voor de mensen die live kijken. Dit is de link en hier staat dus echt wat u allemaal mag verwachten. En maak uw plan, wanneer kopen, wat kopen, wanneer verkopen. Zet een gameplan op, implementeer formules, etcetera, etcetera. Dus, ik zou zeggen, het is gratis, maak er zeker gebruik van. Dit is de link. Goed, hoofdblok voor vandaag. Alle inzendingen van de workshopcompetitie. En ik heb meer kijkers dan ooit, zie ik. Dus ik denk dat er velen, want velen hadden al gemaild zich. Wanneer krijgen we die? Ja, het journaal van 11 februari. Dus uw geduld wordt eindelijk beloond. Heel kort. Wat is die workshopcompetitie? Ik vroeg u een aantal weken geleden, welke aandelen gaan volgens u uitstekend presteren in het jaar 2024? Iedereen mocht maximaal 3 aandelen doorsturen. Er zijn een paar voorwaarden, enkel Amerikaanse aandelen. De aandelen moeten op 1 januari een relative safety hebben van hoger dan 1,00 en de koers moet hoger zijn dan $10. U moest, enfin, u kon uw top 3 doorsturen via een invulformulier. U moest dan ook uw kamp doorgeven, ofwel een van de 8 locaties waar ik workshops geef in België en Nederland. Mensen die de workshops enkel online volgen, die dus nergens naar een locatie gaan, die konden ook kiezen voor de online locatie. We hebben dus eigenlijk 9 locaties. De wedstrijd is gestart op 1 januari, het einde is op 31 december. Het is puur buy and hold. We gaan kijken, okay, welke aandelen presteren of hebben het best gepresteerd. Achteraf zien we dat dan in 2024. Er zijn 2 winnaars. Eerst en vooral een individuele winnaar. Wie stuurt het aandeel dat het sterkst gestegen is in 2024? Dat is heel eenvoudig. Maar dan is er ook een winnende locatie. En wat heb ik nu gedaan? Ik heb alle inzendingen, ik heb dat deze namiddag gedaan, daar heb ik me wel even mee zoet geweest, ik heb een beetje mispakt met de tijd. Alle inzendingen heb ik dus in watchlisten gestoken. En dan ga ik die watchlisten sorteren, bijvoorbeeld op Relative Safety of op VST. En dan neem ik de top 10, normaal gezien op Relative Safety, voor Brugge, de top 10. Dus de aandelen met de hoogste relative safety, daar nemen we de top 10. En die laten we dan lopen, Brugge, tegenover de 8 andere locaties. En de locatie waarvan de top 10 op het einde van het jaar het sterkst gestegen is, dat zal de winnaar zijn van de workshopcompetitie 2024. Afgelopen jaar, de S&P steeg 24%. De top 10 van de winnende locatie is 72% gestegen, puur buy and hold, en dat was Eindhoven. Niet alleen dat, alle 9 locaties hebben het afgelopen jaar beter gepresteerd
dan de S&P 500. U weet hoeveel beleggers, u leest dat wel eens, hoeveel beleggers al sukkelen om beter te doen dan een S&P. Wel, mijn 9 locaties hebben het allemaal beter gedaan dan de S&P. En ik ben natuurlijk benieuwd dat ze dat huzarenstukje in 2024 gaan kunnen herhalen. Ik heb van de middag al eens even gepiekt. Op dit moment ziet het er weer fantastisch uit. Maar goed, we zijn nog altijd maar 11 februari. Ja, bent u benieuwd naar de inzendingen van anderen? Ik liet dat in het verleden wel eens zien op een workshop op locatie. Maar goed, dan moest iedereen foto's nemen van dat scherm. Dat was toch niet zo handig. Dus ik had besloten om alle inzendingen te tonen in het Vectorvis journaal van vandaag, van 11 februari 2020. 24. Ik heb in totaal 154 personen hun top 3 mogen ontvangen. Vorig jaar waren het er 140, nu 154, dus dat is toch wel een beetje meer. En wat zie ik dan? Ik heb 13 inzendingen voor Brugge, 27 voor Gent, 13 voor Kortrijk, 13 voor Ramsdonk, 14 Mechelen, 19 Lummen, 14 geel, 11 voor Eindhoven en 30 personen hebben de online locatie gekozen. De grote winnaars van vorig jaar, weet u nog, Supermicro Computer en Nvidia? Wel, zij werden ook dit jaar vaak, tot heel vaak, ingestuurd. Zoals ik in het begin van de webinar al zei, Nvidia werd liefst 67 keer ingestuurd. Terwijl 29 personen ook dit jaar kozen voor het aandeel dat afgelopen jaar de grote winnaar was. Zoals u weet, Supermicro Computer steeg vorig jaar met 246%, werd toen door 35 personen gekozen. Je zou denken dat na die helse rit in 2023, dat dan minder deelnemers zullen kiezen voor Supermicro Computer. Wel, nog altijd 29 abonnees hebben gekozen voor Supermicro Computer. Nvidia stijgt dit jaar tot op heden met 45%. We zijn nog maar 6 weken ver. Stel dat Nvidia dit jaar de winnaar zou worden, ja, dan heb ik weer een probleem, want 67 personen hebben dus Nvidia gekozen en ik heb maar 1 prijs. Maar goed, het is nog vroeg op het jaar, alles kan natuurlijk nog veranderen. Meta werd ook door heel veel abonnees gekozen. En we zullen zien, Meta heeft ook een heel goede start genomen in 2024. Met een stijging van 32%. En we zijn nog maar 5 weken bezig. Goed, dan gaan we eens kijken naar alle inzendingen. Hè. Ah ja, dat is een terechte opmerking. Dietrich, eens kijken. Ik ga nog even hierop terugkomen. Ik heb natuurlijk deze pagina al een hele tijd, voor mijn webinar begon, geopend. En dus nu zal u inderdaad zien dat 1 uur, dat is morgenavond om 11 uur 's avonds, wordt het afgesloten. Terechte opmerking. Goed, we gaan kijken naar de inzendingen voor alle locaties. En ik begin met Brugge. Nu, alvorens, dat is waar. Alvorens, ik begin met Brugge. Wie heeft volgende aandelen geselecteerd en ingestuurd? Uranium Energy Corporation, Elf Beauty en Modine Manufacturing. Want, waarom vraag ik u dit? Bij deze inzending staat naam nog mailadres. Dus ik heb er het raden naar wie deze aandelen heeft ingestuurd. Als u deze top 3 heeft ingestuurd, mail ons even belgium@vectorvis.com. Want ik kreeg hier 3 aandelen zonder naam, zonder voornaam, zonder mailadres. Dus laat het ons weten. Oké. Okay. Goed. Dit zijn de inzendingen van Brugge. Ik heb voor Brugge, en ik zou zeggen neem screenshots, hè, neem screenshots. Ik heb voor Brugge 13 deelnemers. Je verwacht dan 39 aandelen.
maar toch zijn er slechts 26 verschillende aandelen ingestuurd. Dat komt natuurlijk omdat verschillende personen dezelfde aandelen hebben geselecteerd. Nvidia werd liefst 8 keer doorgestuurd door 13 personen uit Brugge. De aandelen Supermicro Computer en Salesforce werden 3 keer gekozen en doorgestuurd. En hetgeen toch wel bijzonder vreemd is, dat is dat zowel Christian, en moet ik denken, hè, want ik heb veel Christians, hè, Christian H., als Frank DB, beiden komen naar de workshops in Brugge, die hebben exact dezelfde aandelen doorgestuurd. Exact 3 dezelfde aandelen. Zijn de Nvidia, AMPH en FCNCA. Dat was toch wel heel opvallend. Oké. Ik ga telkens van de meeste locaties ga ik er 1 of 2 laten zien. Ik laat niet alles zien in de watchlisten. Want ik heb natuurlijk ook heel veel niet-abonnees die kijken. Ja, ik kan echt geen 100, 120 aandelen gaan. Of honderden aandelen gaan prijsgeven natuurlijk. Dus ik heb hier screenshots genomen en een aantal aandelen die gaan we wel even bespreken. Oké. Het eerste aandeel dat ik wil bespreken is CrowdStrike. Dit aandeel werd ingestuurd door Johan. Maar eens kijken naar de grafiek. CrowdStrike, al jaren marktleider op het gebied van cloud-gebaseerde endpoint security, met behulp van geavanceerde AI en indicator of attacks, is CrowdStrike in staat om bekende en onbekende bedreigingen onmiddellijk een halt toe te roepen. Dit jaar steeg het aandeel reeds met 29%. Dus ik ga even naar de laatste handelsdag van 2022. Dit is een slotkoers eind 2023, excuseer. Dus dit is eigenlijk de openingskoers, de theoretische openingskoers van 2024. Sindsdien is het aandeel fors gestegen van 2,55 naar 3,29. Aandeel is aanzienlijk overgewaardeerd. We zitten met een price earning van 68. De relative value is 0,91. Safety is 1,12. En wat zien we? De safety is hier aan het uitbreken. Verwachte winstgroei 27%. Laatste keer earnings is het aandeel hier gestegen van 210. Nee, excuseer, van 2,12 naar 2,34. Dat was hier op die earnings. Van 2,12 naar 2,34. Sindsdien helemaal door het dak. En ik ben dan heel benieuwd wat eind februari de volgende earnings zullen brengen. Dat was CrowdStrike. William. William koos voor iets anders. William koos voor een bedrijf dat ik zeer goed ken. Shopify. Shopify heb ik aan 9 voorgesteld. Wat was het? De zomer van 2018, denk ik. Of was het 2017? Het zal 2017 geweest zijn. Maakt ook niet zo heel veel uit. Noteerde toen eigenlijk in de 90, maar zoals u ziet hebben we hier een split van 10, heeft het aandeel een split van 10 ondergaan. Het is van 9 gestegen naar 170. Het is gigantisch gecrashed. Het is altijd peperduur aandeel geweest. Eerst verlies latend, dan price earnings van 500, 700, 800, 900. Dat was natuurlijk heel goed in een omgeving van lage rentevoeten. Hier kwam met de stijgende inflatie hogere rentevoeten. Gigantische klap gekregen tot 2025. En sindsdien is het wel aan de beter hand. En we zijn nu ja, van de low, hier van 25 zitten we nu aan $90. Shopify, een internetplatform voor e-commerce bedrijven, biedt verschillende middelen en tools aan om een succesvolle online winkel te runnen.
Shopify stijgt dit jaar, stijgt het voorlopig met 19, nee, met 16%, is nog steeds overgewaardeerd. Price-earning is al iets schappelijker geworden. We zitten met een price-earning van 95, wat natuurlijk nog altijd vreed duur is. De relative value is al een hele tijd aan het uitbreken. En de relative safety, die is ook hier zien we echt beginnen uitbreken. Hè. Hier zitten we met relative safety van 1,14 en dan hier 1,23. Hoogste toen $60. Nu zitten we aan $90. Verwachte winstgroei is wel negatief, zie ik. Wacht, hè. Verwachte winstgroei is positief. Eens kijken, evolutie van de omzet op 5 jaar. Ja, dat is prachtig. Op 5 jaar van 1 miljard gaan we naar 6,6 miljard. Dus omzet groeit als kool. Maar ja, het is een groeibedrijf wiens omzet bijzonder hard stijgt. Maar natuurlijk peperduur gewaardeerd staat. Dat was de inzending van William. Christian, die dus exact hetzelfde op 3 heeft ingestuurd als Frank DB. Christian kijkt live en hij zegt inderdaad toeval. Ik heb een search laten lopen, maar geen idee meer welke. Bert, is dat uw top 3? Als dat uw top 3 is, dan mag u ons even mailen, want anders ga ik dat toch weer vergeten. Dus die top 3 van die aandelen, hè. Goed, we gaan naar de volgende locatie. En de volgende locatie, dat is de winnaar van afgelopen jaar. En dat is Eindhoven. Eindhoven heb ik 11 personen die hebben deelgenomen. In totaal ontving ik 23 verschillende aandelen. Ik heb ze dus telkens per locatie alfabetisch gezet. Dat je niet denkt dat is op relative safety of zo. Nee, alles gewoon alfabetisch opgelijst. Ook hier dus aandelen die meerdere keren werden doorgestuurd. 5 keer Nvidia. 3 van de 11 personen kozen ook voor Salesforce. Salesforce werd bijzonder vaak ingestuurd dit jaar. En dan ja, meerdere personen kozen Meta, Eli Lilly, etc. etc. Nog even opmerkingen, want hij heeft redelijk wat fans. Even opmerken dat ene Jeff VL, die zowel de workshops in Eindhoven als in Geel volgt, dat hij zich net als vorig jaar heeft afgesloten bij de groep Eindhoven. Welk aandeel gaan we eens bekijken? Wel, Jack DW uit Eindhoven. Hij kwam af met een hele leuke naam. Taylor Devices. We gaan eens kijken naar Taylor Devices. Dat ziet u hier staan. Ticker is TAYD. Dit is een grafiek op 2 jaar. 2 jaar gaat hij van 10 naar 36. Op een jaar gaat hij van 16 naar 36. Taylor Devices, opgericht in 1955, de toonaangevende fabrikant van schokdempers, vloeistofferen, schokisolatiesystemen, trillingsdempers, schokdempers voor energiecentrales en andere soorten hydromechanische energiebeheerproducten. Als we kijken naar het aandeel, ondergewaardeerd. De relative value zit al een heel jaar hoog, stijgt zelfs nog. De relative safety, daarmee dat ik het interessant vond, omdat het een aandeel was dat nog niet op mijn radar stond, had altijd hier een zwakkere relative safety. De relative safety is nu aan het uitbreken. En hij voldeed dus aan de voorwaarden. Begin januari een relative safety hoger dan 1. Begin januari stond de koers op $22. Vandaag staan we $36. Wat valt nog op? We zitten met een verwachte winstgroei van 36% en een price earning van 13. Als we gaan kijken naar 1 januari, hadden we een price earning van 8 met een verwachte winstgroei van 38. Price earning 8, verwachte winstgroei 38. Ik moest toen spontaan denken aan de waardering van Supermicrocomputer in januari 2023.
Ik moet er wel bij zeggen, dit aandeel, Taylor Devices, is een piepklein bedrijf. Vandaag zitten we met een marktkapitalisatie van $111 miljoen. Piepklein, dus bijzonder hoog risico. Dit jaar stijgt met 63%. Maar goed, Supermicrocomputer afgelopen jaar, ja, ik denk op 1 januari, die marktkapitalisatie, ja, dat was veel hoger dan dit hier, hè. Dit is echt piepklein. Nu, Jack volgt de regels. En wat is de regels? Amerikaans aandeel, de relative safety moet hoger zijn dan 1. En de koers moest hoger zijn dan $10. Dus het aandeel voldoet aan de voorwaarden om deel te nemen. En het aandeel stijgt dit jaar dus reeds met 63,9%. Het lijkt mij leuk om zo in een webinar als vandaag een paar minder bekende namen te laten zien. De Meta's, die kennen we allemaal. Maar dus, dit was wel een opvallende keuze van Jack. En 63% gestegen dit jaar. Maar, nogmaals, 111 miljoen piepklein naar Amerikaanse normen. Dus altijd wel hoger risico. Gaan we naar de volgende locatie. En die volgende locatie die is geel. Geel, 14 personen. Zij kozen 27 inzendingen. Niet alleen Nvidia en Salesforce, maar ook bijvoorbeeld een Arch Capital werd meerdere keren ingestuurd. Stefan DB, leeftijdsgenoot van mezelf, hij koos voor CLS. We gaan eens kijken. En ik ga ineens een andere er ook bij pakken. CSPI. Eerst Celestica. CLS is de ticker. Ik ga even mijn deadline op 1 januari zetten. Oké. Dit jaar stijgt Celestica van 28 naar 38. Het aandeel is ondergewaardeerd, al een ganse tijd. De relative value bijzonder hoog, 1,47. De relative safety is aan het uitbreken. We zitten met een safety van 1,19. Bedrijf 4,5, nee, ja, vandaag 4,5 marktkapitalisatie, 4,5 miljard marktkapitalisatie, price earning 14. Verwachte winstgroei 23. Ook hier wel dus een kleiner bedrijf. Maar goed, veel groter als Taylor. Taylor had 111 miljoen marktkap. Dit is 4,5 miljard. Beschouw ik nog altijd als klein. Maar wat zien we wel? Bijvoorbeeld, heel mooie grafiek. Wat doen ze? Ze houdt zich bezig met het ontwerpen en produceren van hardwareplatforms en oplossingen voor de toeleveringsketen. Niet alleen CLS, maar Stefan koos ook CSPI, CSPI, CSP Incorporated. Dat is wat volatieler, dat ziet u hier. Werd ingestuurd, enfin, we moeten altijd kijken, dus naar 1 januari. Staat op plus 25%. Want eigenlijk moet ik kijken naar de slotkoers van hier, hè, van 31 december. En dit is de laatste handelsdag van 23. Die slotkoers, daar vertrek ik van. En als je dan van 19,4 naar 24,4 gaat, zitten we met een stijging van een 25%. Wat doet CSP? Zij ontwikkelen en verkopen informatietechnologie, integratieoplossingen, geavanceerde beveiligingsproducten, beheert informatietechnologiediensten. Wat zegt VectorVest? Ondergewaardeerd. Hier breekt de value uit. Koers gaat naar beneden. Value breekt uit. Relative value, goed. 1,28. Safety breekt net uit. Grafiek, ja, december, schitterende beursmaand. Dat zou ik niet zo fijn gevonden hebben, dat ik daar dan in zit.
Dus u weet voor mezelf, ik spreek voor mezelf, dat ik niet wil dat aandelen van mij dalen als de beurzen stijgen. Forse daling is natuurlijk nadien fors hersteld. Want dit is, zie ik wel op earning, deze daling hier. Maar sindsdien wel fors hersteld. Qua earning 16, de verwachte winstgroei van 36%. Goed. We gaan naar de volgende. De volgende, dat is Gent. Daar heb ik altijd het meeste aantal bezoekers in Gent. En dus ook het meeste aantal deelnemers. Ik heb het al eens gezegd dat ik in het najaar 56 registraties had voor Gent. Hoeveel hebben er deelgenomen? Even kijken. 27 personen hebben deelgenomen aan de workshopcompetitie. En toch zijn er slechts 35 aandelen. Dus 27 man. Als iedereen drie verschillende aandelen zou kiezen, dan komen we natuurlijk uit op 81. En toch heb ik maar 35 verschillende aandelen. Omdat er dus veel mensen voor dezelfde aandelen kiezen. Maar ik heb er ook een aantal moeten disqualificeren. Waarom? Omdat ze op 1 januari een RES hadden van die niet hoger was dan 1. Dat geldt onder andere voor Giga Cloud Technology, Albemarle, Evolution en Trimble. Dit zijn de aandelen die wel een relative safety hadden van hoger dan 1. En ik ga even deze eruit pakken. Kinsale. In januari. Voilà. Hier. Kinsale, insurance sector. Heel die insurance sector had in het najaar een beetje een appelflaute. Nadat ze ook in 2022 het bijzonder goed hadden gedaan, in 2023 ook nog. Maar dan het najaar was er een beetje te veel van. Maar ze hebben allemaal eigenlijk sinds begin dit jaar een nieuwe adem gevonden en zijn ze toch wel serieus aan het stijgen. We zien hier deze weerstand, dubbele weerstand. Was hier support, is er lichtjes doorgevallen, maar is toch eigenlijk van hier terug opgeveerd. Wat zien we? Ondergewaardeerd. Value breekt echt uit. Hij was altijd overgewaardeerd. Vandaag ondergewaardeerd. Relative value bijzonder hoog, 1,59. Safety zeer goed, uitstekend. Enfin, zeer goed, 1,31. Waarschuwing 23 met een verwachte winstgroei van 31%. Een marktkapitalisatie van 7,7 miljard dollar. Nu, ik heb Kinsale in het najaar uitgebreid voorgesteld in mijn journaal. En sinds 1 januari staat het aandeel op 25% winst. Ik heb nu even hier niet genoteerd wie dat had doorgestuurd. Maar goed, dat stikt allemaal wel in een Excel-file, maar ik kan het hier nu even niet. Ja, niet meegeven. Idem dito, ik zie dat ik het allemaal niet heb genoteerd. De namen van de deelnemers vanaf hier, vanaf Gent, mijn excuses. We hebben nog Palo Alto. Dit jaar van 294 naar 376% gestegen. Goed voor een stijging van 27%. Wat zien we? Ja, overgewaardeerd. Qua-earnings 69, maar toch een mooi lange termijn koerspotentieel. Je ziet dat hier helemaal uitbreken. Natuurlijk als de beurzen, hè, want het is echt wel feest op de beurzen. Stel dat we naar een zware correctie gaan, dan is de kans reëel dat dit aandeel, omdat het pittig gewaardeerd is, dat het een stap terug zal moeten zetten. Het is ook zwaar overgewaardeerd, maar de relative value is bijzonder hoog. En dat komt natuurlijk omdat we hier zitten met een verwachte winstgroei van 36%. De relative safety is ook uitgebroken. Nu, grafiek op 2 jaar, 2 jaar geleden was die safety ook goed. Is dan na die bedenmarkt van 22 wat teruggevallen en is nu eigenlijk terug aan het uitbreken.
Dus je ziet het, dat zijn alle inzendingen voor Gent. Gaan we naar de volgende locatie. En dat is Kortrijk. Kortrijk, 13 deelnemers kozen in totaal 26 verschillende aandelen. Dit zijn ze. Welke zou ik even willen laten zien? Bijvoorbeeld een Dekkers. Interactive Brokers eventueel. En of Fair Isaac. Ik ga die drie even laten zien. Dekkers. Fico. En IBR. Ja. Dekkers Art Outdoor Corporation, u kent ze wel, ze houden zich bezig met het ontwerpen, op de markt brengen en distribueren van vooral schoenen, kleding en accessoires. Onder schoenen moet je echt alles verstaan, laarzen, sandalen, casual schoenen en dergelijke meer. Op een jaar, Dekkers van 420, 840. Sinds 1 januari dit jaar, zeg maar, gestegen van 668 naar 845. Hier is dan nog een gap open. Wordt die gesloten? Geen idee. Want ik zie hier op het 200-daags SMA staat ook nog een gap open. Het zal natuurlijk veel afhangen van de beurs, wat die gaat doen. Want Dekkers groeit wel als kool. 21% verwachte winstgroei. Een price-earning van 24. Als we vandaag gaan kijken, is het aandeel voor het eerst in slang eigenlijk overgewaardeerd. Desalniettemin nog steeds een mooie relative value van 1,42. En de relative safety, kijk eens hoe belangrijk die toch is. Hè? Een jaar geleden stond die koers 415. We zijn meer dan verdubbeld in een jaar. En een jaar geleden, wat was de relative safety? 1,44. Laat alstublieft al die bedrijven met relative safety's van 0,7, 0,8, 0,9. Laat dat toch links liggen. We zien hier een bedrijf dat een jaar geleden een schitterende relative safety had. En dat bedrijf is ondertussen nog eens verdubbeld. Oké, ik ga mijn deadline zetten op 1 januari. Dan kan ik terug al naar het volgende aandeel gaan. Interactive Brokers. Dit jaar van 82 naar 98. Ondergewaardeerd, hoogst ondergewaardeerd, hoge relative value. En de relative safety, die was afgelopen jaar, was die goed, een beetje teruggevallen nu. Ondanks dat de koers nieuwe highs neerzet, de relative safety toch teruggevallen van 1,40 naar 1,12. Interactive Brokers, die moet ik niet voorstellen. Iedere belegger kent die wel. En dan Fair Isaac Corporation, gespecialiseerd in de ontwikkeling en marketing van online softwareoplossingen voor bedrijven en financiële instellingen. Wat vindt u van deze grafiek? 10 jaar gestegen van 52 naar 1300. Dus, ja, eigenlijk vanaf 2017 hier een hoge relative value. Toen was de koers 130, we zijn daar, ja, zit er maar nulken achter, hè? Van 130 naar 1300 gegaan, met bijna altijd een hoge relative safety. Toen was het ook een relatief kleine 4 miljard marktcap. Toen had hij ook al een relative safety van 1,23. Al die jaren de relative safety boven de 1 gebleven. Wat zegt Vectorvest vandaag? Ik ga misschien een grafiek op een jaar zetten. Onder het motto winners keep winning en losers keep losing, zeker. Natuurlijk, als de beurzen crashen, gaat hij mee onderuit. Hè? Eind 2019, 2018, excuseer. 20% correctie van de S&P. Fair Isaac, mee onderuit. Coronacrash, mee onderuit. 2022, een beetje volatieler. En dan ja, afgelopen jaar helemaal door het dak. Een gap die niet gesloten is.
En de koers heeft niet meer achterom gekeken. Vandaag, excuseer, overgewaardeerd, desalniettemin de relative value van 1,10, de relative safety van 1,40. Verwachte winstgroei 20, price earning 56. Dat is wel pittig. Hier ook had hem ook hoge, hoge price earnings. Is dat wat beginnen kwakkelen? Is dat een voorbode voor wat komen zal? Ik weet het niet. Maar wel een enorme buy and hold op 10 jaar, dat is enorm. Oké. Okay. We gaan naar het oosten des lands. En dan komen we natuurlijk terecht in Lummen. Lummen. 19 deelnemers, 38 aandelen. Dit zijn ze. Welke zou ik laten zien? Ik ga Modine laten zien. Modine, ticker MOD. Dat is de grafiek. Modine dit jaar voorlopig. Van 59 naar 73. Oftewel een stijging van 22%. Modine werd vorig jaar voor deze wedstrijd ingestuurd door Willy uit Brugge en door nog iemand, wiens naam ik nu even ben vergeten. Modine Store steeg vorig jaar met 200%. Ze doen dan thermisch beheer. Ze biedt de commerciële, industriële en voertuigmarkten betrouwbare systemen en oplossingen om verwarming en koeling te beheren en de luchtkwaliteit te verbeteren. Ondergewaardeerd. Relative value bijzonder hoog, 1,53. Relative safety breekt uit. Price earning 20, met een verwachte winstgroei van 25, 3,8 miljard marktkapitalisatie. Een andere, ook uit Lummen. Elf Beauty. We gaan kijken naar 1 januari. Elf Beauty, wel zoals de naam u al doet vermoeden, zitten we hier in cosmetica, allerlei hulpmiddelen voor ogen, lippen, gezicht en alles met betrekking tot schoonheid. Dit jaar stijgt het aandeel van 144 naar 174, oftewel plus 20,9%. Vandaag, aandeel aanzienlijk overgewaardeerd, desalniettemin, een mooi lange termijn koerspotentieel. U moet het niet verder zoeken dan de verwachte winstgroei van 42%. Maar de price earning is 55. Natuurlijk hier. Allee, hier zaten we ook met price earnings van 55. Toen was de koers 69, nu 174. Maar goed, u weet het. Price earning hoog. Sowieso overgewaardeerd, ook vandaag nog. Maar de relative value is wel hoog. Alleen weet ik uit ervaring, als de beurzen onderuit gaan, die overgewaardeerde aandelen krijgen vaak hardere klappen. Ik zeg dat vooral tegen mijn nieuwe abonnees. Mensen die al 5 jaar bij mij abonnees zijn, die weten dat natuurlijk. Dus je loopt altijd iets meer risico met pittig gewaardeerde aandelen. Maar hoe? Daar vertel ik niet veel nieuws mee. Maar dat je niet blind ligt te kopen, omdat de relative value zeer hoog is. Als het aandeel zwaar is overgewaardeerd, met peperdure price earnings, houd dat toch altijd in het achterhoofd. We gaan naar de volgende, en dat is Mechelen. Mechelen, 14 deelnemers. Zoals met alle andere locaties heb ik alles alfabetisch gezet. We gaan eens kijken, hè. Naar Apollo. Apollo dit jaar plus 18%. We gaan van 93 naar $109. Zwaar ondergewaardeerd. Je ziet hier, dit is wel een mooie, hè?
De value breekt enorm uit, terwijl de koers hier nou, niet veel doet. Value breekt enorm uit en dan gaat de koers van 60 naar $109. Vandaag zitten we met niet alleen zware onderwaardering, een bijzonder hoge relative value van 1,66. De safety is 1,26. Price earning 14. We zitten natuurlijk in financial management met een verwachte winstgroei van 33. Klein dividendje krijgt u erbij. Met dit bedrijf zitten we in de wereld van asset management services. Investeren in private equity kan via dit bedrijf Apollo. Oké. En dan gaan we naar de voorlaatste. Dat is Ramsdonk. Ramsdonk, 13 deelnemers. En dit viel mij op. Bijzonder weinig mensen, dacht ik, kozen voor ASML. Ik ga ASML nu even in de Amerikaanse laten zien. Eigenlijk moet je het altijd op de thuis. Ja. Eigenlijk moet ik het op de thuismarkt laten zien. Hè. Dan hebben we echt alles met de inflatie, de rentevoeten in Europa. Als je wilt. Ja. Ja, ASML door het dak gegaan. Hè. Dit jaar van 680 naar 870. Maar het viel mij op dat weinige ASML eigenlijk hebben ingestuurd. Dus dat is mij toch wel opgevallen. Natuurlijk altijd een hoge relative safety. Je ziet, ik ben altijd boven die 1,20 sinds hier. Hier de safety breekt uit naar 1,35. Toen koers 200. We staan nu 870. Maar goed, viel mij op dat ASML dus weinig werd ingestuurd. Oké, okay. Laatste. Dat is de online. Online, 30 deelnemers. Die in totaal 47 verschillende aandelen hebben geselecteerd. Misschien nog ene laten zien die toch wat vele minder bekend zal zijn. Ticker, makkelijk te onthouden, VRT. Lukt voor de Belgen onder ons. Vertiv Holdings. Dus we gaan kijken sinds dit jaar. Van 48 naar 63 had een relative safety van 1,08. Die begint stilletjes uit te breken. De relative value zeer goed. Als we nu vandaag gaan kijken. Aandeel is wel overgewaardeerd. Hoge relative value. Safety begint uit te breken. 24 miljard. Persoonlijk, ja, ik altijd liefst dat bedrijven met zo'n grote marktkap dat die al jaren een hoge RS hebben, dat heeft deze dan niet. Maar goed, RS is nu aan het uitbreken, maar nog voorzichtig. 1,10. Qua zoning 29, met een verwachte winstgroei van 34%. Dus deze, moet ik eerlijk zeggen, die heb ik zelf nog niet verder bekeken. Is natuurlijk omdat die nooit de hoge relative safety heeft gehad. Conclusie. Het is bijzonder opvallend hoe enkele aandelen door u heel vaak werden geselecteerd. De hoofdvogel was dus 67 keer Nvidia. Supermicro Computer werd liefst 29 keer gekozen. En welk aandeel is dit jaar tot op heden het meest gestegen? 3 keer raden. U weet het, hè. Supermicro Computer. Vorig jaar was dit aandeel de winnaar in 2023. Was dit het aandeel dat 246% steeg van 83 naar 284. En als dat nog niet genoeg was, zijn we van 284 gestegen naar 740. Hoe komt dat? Was jaren ondergewaardeerd bij Vectovest.
De relative value toen, een goed jaar geleden, 1,77, extreem hoog. De relative safety toen 1,39, wat schitterend voor een bedrijf, kijk rechts zonder, 1,8 miljard marktkap. Price earning, ja, dat is natuurlijk de lucht aan het invliegen. Toen was dat een no-brainer. Price earning 8 met een verwachte winstgroei van 41. Nu, verwachte winstgroei neemt iets af, is nog altijd zeer hoog met 31. Price earning is wel pittiger geworden, 41. We komen hier van price earnings van 16. Hè. 2 maanden geleden kon hem oppikken hè, met price earnings van 15 met een verwachte winstgroei van 32. Ik weet dat hem in heel veel portefeuilles zit van mijn abonnees. Ja, daar ben ik natuurlijk heel blij mee. Dus natuurlijk, dit is exponentiële stijgingen. Dus hoe dit gaat aflopen, ik heb ook geen glazen bol. Maar dit is ja, bijna niet meer normaal te noemen. Hè. 29 januari, dat is 2 weken geleden, stonden we nog geen 500. En nu staan we 740. Dus... is dat een zeebel of niet? Het is een heel mooi bedrijf. Ze werken samen met Nvidia. Maar ja, het is wel heel hard gegaan. De meeste mensen die hierin zitten, ik vraag me af, ja, gebruikt u een stoploss of niet? Ja, iets dat op een paar weken van... hier, 18 januari, 300, nu 47. Ik vermoed dat hier wel wat stoplossen op staan. En als... die beginnen dalen en die stoplossen afgaan, dan kan het natuurlijk ook heel hard naar beneden gaan. Maar goed, dat zal de toekomst uitwijzen. Ik zou eigenlijk eens een poll moeten doen hoeveel abonnees van mij dat dit aandeel in portefeuille hebben. Supermicro naar de S&P vraagt Walter. Zelf sta ik op 112%, zegt Luc. Is het niet verantwoord om een stoploss te gebruiken, Robert? Ik denk dat dat wel verstandig zou kunnen zijn. Walter. Ja, Robert, ja. SMC, ja, oké. Okay. Verschillende mensen zeggen hier allemaal dat ze SMCI hebben, dus ik ga het hier niet allemaal afroepen. Maar ja, mensen die... ik weet dat het vorig jaar het aandeel was dat het meest werd ingestuurd. 35, 1 op 4 deelnemers vorig jaar koos hier... voor Supermicrocomputer. Dan mag ik ook hopen dat 1 op 4 abonnees dat aandeel toen in portefeuille had. Als u dat kon kopen aan 83, heeft dat 14 maanden later 740. Dat is natuurlijk wel schitterend. Goed. Alle inzendingen waren dat van de workshopcompetitie. Stel dat je geen screenshots hebt kunnen nemen. U krijgt maandagavond, krijgt u in principe de replay in uw mailbox en dan kan u altijd de webinar herbekijken, vlug doorscrollen naar de screenshots, naar de slides met alle aandelen, kan u screenshots nemen en dan kan u dat desgewenst zelf in eigen watchlisten gaan toevoegen. Op dit moment is Supermicrocomputer ook in 2024 de grote winnaar, maar goed, we zijn nog maar 6 weken verder, er kan nog heel veel gaan gebeuren. Komende webinars, volgende week geen webinar op 18 februari. U hoort mij terug op 25 februari met mijn Q&A ter zake met Vectovest. 3 maart geen webinar, op 10 maart is er een journaal, op 24 maart is er terug ter zake en vanaf dan gaat u mij terug ieder week horen. Hè. Van 24 maart tot eind mei hoort u mij terug ieder week, afwisselend met per zaken, met een journaal, met aan de slag en met de online workshops. De workshops die gaan terug van start. U kan beginnen aftellen woensdag 27 maart in Gent en vervolgens Mechelen en Ramsdonk. Dan begint de paasvakantie, maar we gaan vrolijk door. Dinsdag 2 april in Brugge. Donderdag 4 april in Geel. Dinsdag 9 april in Kortrijk. Woensdag 10 april in Lummen om af te sluiten op zaterdag 13 april in Eindhoven. Voilà, we zijn er door voor vandaag. Ik hoop dat u het boeiend en leerrijk vond. Ik zou zeggen, geef zeker feedback. Al uw reacties zijn welkom op het mailadres belgium@vectovest.com. Ik wens u een fijne voortzetting van deze zondagavond en heel graag tot binnenkort.